voorjaar staat voor de deur en ik heb zo'n flauw vermoeden dat we de ergste koude nu op dit moment wel achter ons hebben liggen. Het kan alleen maar beter worden. Maar lente en mooi weer, dat betekent ook dat er meer werk is in de tuin. Wat zeg ik, de tuin schreeuwt om aandacht. Ja, ik moet een aantal klusjes beginnen opknappen en een aantal drastische beslissingen nemen. Ja, veel werk zoals ik al heb gezegd, maar ik vind het ook dringend tijd om jullie even bij te benen over wat er allemaal gaat veranderen in de tuin. Want ik krijg heel veel vragen van, ja Angelo, je hebt een nieuwe tuin, maar wat wordt het nu eigenlijk? Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik heb heel lang getwijfeld. Ik ben zelfs op dit moment nog een beetje aan het twijfelen. Mijn plan is semi-definitief, hè, als dat al bestaat. Maar ik heb wel een idee van wat ik wil. En het is vrij drastisch, zoals ik al zei. Nu, in eerste plaats gaat de vijver eruit. Dat heb ik al verteld. Vanwege het feit dat onze hond Marieke bijna verdronken is. Hè. Ik heb het sowieso al niet voor vijvers. Waterpartijtjes wel, want dat komt er wel. Maar de echte vijver, die trouwens niet zo heel groot is, die gaat er onverbiddelijk uit. Het terras gaat er ook volledig uit. Dat wisten jullie ook al. Maar er komt een maar. En ik ga dingen doen met het gras ook. Want ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet zo'n hevige fan van gras in kleine tuinen. Dit is een kleine stadstuin. En dan vind ik het echt een verkwisting van plaats. Dat op de eerste plaats. En ook gewoon heel arbeidsintensief voor het stukje gazon dat het maar is. Dus ik ga met mijn hart een steen maken. En effectief een steen maken. Want heel het stuk, en dit is geïnspireerd op de Italiaanse ontwerpen, de Italiaanse patio's. Laat ik het zo zeggen, dat is alles gaat betegeld worden. Ja, met hier en daar borders en zo. Het wordt heel mooi, maar dat betekent wel dat al het gras eruit moet. Ja, hier zijn we aangekomen bij de hagen en de bomen die er al stonden. En ik weet, ik heb in de eerste aflevering heb ik verteld over het feit dat ik het prettig vind dat er al dingen staan die er al een lange tijd staan. Dat geeft uw tuin echt op slag een volwassen gevoel. Maar soms moet het drastisch zijn, moet je beslissingen nemen. En ben ik er dus echt over aan het nadenken om de bomen weg te halen en ook een deel van de haag. Omdat ik ben ervan overtuigd dat je een plan, een tuinplan, moet benaderen vanuit een hele nieuwe benadering. Dit is een nieuwe tuin. Ik wil werken met bestaande elementen, maar zoals ik de tuin wil hebben, is het moeilijk om die twee te verenigen met elkaar. Dus is het altijd wel fijn dat je dan, het is niet zo fijn, maar je moet wel die beslissingen nemen. Dus ik denk dat ik de katalpas, want het zijn katalpas, die trouwens niet altijd even goed onderhouden zijn geweest, dat is sowieso al een probleem, maar ik denk dat ik ze ga rooien en dat er sowieso iets anders in de plaats komt. Voor de hagen ook. We gaan kiezen voor een traditionele afsluiting, maar ik ben heel fel fan van klimplanten. Ik denk dat we het even groen kunnen maken als de hagen met de klimplant. Ik denk dan aan klimatisch, ik denk dan aan kamperfoelie, aan heel veel andere soorten, aan blauwe regen bijvoorbeeld, die wel vrij snel kan woekeren. Maar goed, een hele mooie plant die eigenlijk ervoor kan zorgen dat dat een groene muur wordt. En dat is een beetje de insteek die ik hiermee wil behalen. En dan komen we hier bij het laatste stukje van de tuin, zeg maar. Tot hier zal de patio komen. Dit zal allemaal betegeld worden met heel veel borders en groene plekken, dat wel. Maar dus hier eindigt dat stuk. Ja, en hier komt de moestuin te liggen. Ja, dat is het volgende stukje van de tuin. Ik ga tuinieren in moestuinbakken. Ik vind het altijd heel prettig. Dat ziet er mooi uit, dat werkt makkelijk. Het is gewoon echt super tof om zo uit te kijken op de tuin. Want op het eind van de tuin staat nu een tuinhuisje. En dat gaat verdwijnen, gaan we afbreken. En daar komt dus een muurserre tegen te staan. In die muurserre ga ik een werkplek creëren, ga ik een tafel neerzetten. Gaat gewoon heel erg leuk zijn om te zitten. Ook om te barbecuen met vrienden en familie. Een hele toffe centrale plek. Waar dus ook eetbare planten in zullen groeien. Ik ga daar tomaatjes in kweken. Ik ga daar komkommers, pepers, paprika's. Allemaal in potten en bakken. Maar dus altijd gezelligheid voorop. Dat is een beetje het idee. Want dan ga ik ook uitkijken op de moestuin en gaat de moestuin eigenlijk ook vlot overlopen in het patio gedeelte. Dat is zo'n beetje mijn wakko gedachtegang. Ja, ik weet dat het er op dit moment nog niet super appetijtelijk uitziet, maar het is lente, dus we kunnen ermee aan de slag om hopelijk tegen het eind van de zomer hier een hele mooie plek van te maken. Maar wat vind jij van mijn wilde ideeën, van mijn wilde plannen? Laat het mij hieronder weten. Ik ben altijd benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, en wil je meer informatie, ga naar angelodornier.be, want daar komt binnenkort mijn definitief
tuinplan op te staan. Ik ben eens benieuwd. Ik kan nog wat verder doen, want er is nog superveel werk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao.